Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Wat leuk om u eens op die stoel te zien. De vreugde is geheel wederzijds. Nou, mooi is dat. Voorzitter, natuurlijk is het goed om mensen, maar vooral jongeren, te ontmoedigen om te beginnen met roken. En laat ik vooropstellen dat ook de Partij voor de Vrijheid wil dat zo weinig mogelijk jongeren beginnen met roken en zoveel mogelijk volwassenen daarmee stoppen. We zijn alleen tegen deze Brusselse bemoeienis van deze richtlijn. En we weten ook niet waar het stopt. Wie zegt dat de vreselijke plaatjes van ontstoken tandvlees, vervuilde longen en er wel voor gaan zorgen dat mensen straks stoppen met roken? Iedereen weet toch al dat roken slecht is voor de gezondheid. En wat gaat Brussel daarna doen? Gaan we op bevel van Brussel een doosje bonbons met een waarschuwingssticker maken voor obesitas? Of gaat Brussel straks van ons eisen dat we op snoepjes een foto van een verrot gebitje plaatsen? Of op een fles whisky een plaatje van een vervette lever? Voorzitter, deze regels rondom etiketering zijn voor mijn fractie een veel te zwaar middel. En waar stopt het? Voorzitter, maar ook zonder Brusselse bemoeienis zijn we niet voor. We zijn er niet voor dat de gezondheidswaarschuwing 65% wordt, dat de smaakjes worden verboden, dat de gezondheidswaarschuwing op rookloze tabaksproducten moeten worden aangebracht, dat nieuwe soorten tabaksproducten moeten voldoen aan de richtlijn op voorhand, dat lidstaten grensoverschrijdende verkoop mogen verbieden en dat de boetebedragen gelijk getrokken worden met de alcoholhoudende dranken, mits dat ook op het oude niveau zou kunnen natuurlijk. Voorzitter, ik wil de staatssecretaris eraan herinneren dat we het nog steeds hebben over een legaal product. Ik heb hem daar vanmorgen in het debat over drugs ook op gewezen. Terwijl er een war on tabak gaande is in ons land, gaat de jeugd massaal in de harddrugs. Voorzitter, ik vraag me af waar de prioriteiten liggen in dit huis. Voorzitter, wat ik ook te gek voor woorden vind, is bijvoorbeeld het voorstel om van een legaal product om daarvoor de verkoop van onder de toonbank voor te gaan stellen. Rokers worden weggezet als criminelen en winkeliers als dealers. Gaat dit allemaal niet veel te ver, zeg ik tegen mijn collega's. Voorzitter, ik ben ook tegen nationale koppen zoals plain packaging en een displaypen. Interruptie van de heer Van Gerven. Gaat uw gang. Ja, voorzitter. Ik vond het verhaal van mevrouw Agema in het begin nog niet zo slecht. Want zij zei, ik ben ervoor dat kinderen niet beginnen met roken. Dat jongeren niet beginnen. Ik ben er ook voor dat volwassenen stoppen met roken. Dus eigenlijk dat er zo min mogelijk mensen nog in Nederland moeten roken. En als het kan, geen één. Maar vervolgens houdt ze een hele tirade tegen allerlei plannen, allerlei voorstellen, die juist datgene pogen te bewerkstelligen om het aantal mensen wat rookt te verminderen en om het aantal kinderen. U heeft het zojuist al gehoord. 100 kinderen beginnen elke dag met een rookverslaving. Om dat te verminderen. Hoe lost u het dan op, behalve een tirade te houden dat het allemaal niet deugt? Mevrouw Agema. Voorzitter, terwijl de SP bezig is, en die opmerking maakte ik zojuist, met deze war on tabak en de war on alcohol, is er tegelijkertijd een war on drugs verloren. We hadden vanmorgen een debat over drugs waaruit blijkt dat de meerderheid van de jongeren aan de harddrugs zit in ons land. En de SP is bezig met een displayban. Zou de SP niet eens een keertje de aandacht gaan verleggen? Daar maak ik mij zorgen over als het om gaat om jongeren. En ja, ze moeten niet stiekem gaan roken en achter een schuurtje zoals dat vroeger gebeurde. Maar er worden nu pillen naar binnen gewerkt. Harddrugs. Illegale producten. En het enige wat ik nog tegen de SP zou willen zeggen, u trekt de hele kast open. Alle mogelijkheden grijpt u aan. Waarom verbieden we het roken niet gewoon? Vervolgvraag van de heer Van Gerven. Voorzitter, dat de meerderheid van de jongeren aan de harddrugs zit. Ik zie graag de rapporten tegemoet. Wat vanmorgen Trimbus Instituut. De heer Van Gerven heeft... Luister, dat er een keer een pilletje wordt geslikt, dat is nog heel wat anders dat men systematisch aan de harddrugs zit en verslaafd is. Dat de helft van de jongeren dat doet. Voorzitter, dus ik zie de SP staat hier hard. Mevrouw Agema, de heer Van Gerven heeft het woord. Daarna mag u nog reageren. Gaat u gang. En komt u tot uw vraag. En er is niemand, zeg ik via de voorzitter tegen mevrouw Agema, voor harddrugs in Nederland van de politiek hier die zegt dat moeten we gaan stimuleren. Dat is oké zo. Dus kom nou niet aan met die vluchtweg. Ga nou eens gewoon in op het feit dat u beweert, zeg ik via de voorzitter, dat mevrouw Agema beweert, dat de PVV beweert. Wij zijn voor een tabaksontmoedigingsbeleid
en vervolgens alle voorstellen om tabak te ontmoedigen in de prullenbak werpt. En dus eigenlijk die verslaving maar gewoon laat bestaan. 100 kinderen per dag die verslaafd raken. Reactie van mevrouw Agema. Ja, voorzitter, meneer Van Gerven die staat heel erg lang door te praten. Maar ik neem er aanstoot aan dat mijn collega hier in de Tweede Kamer het bagatelliseert dat de jeugd massaal aan de harddrugs gaat. En vanmorgen hebben we daar een debat over gegaan. Het Trimbos Instituut kwam op 60%. En ik vind dat illegale harddrugs harder aangepakt moet worden dan een legaal tabaksproduct. Ik vind dat de Tweede Kamer daarin haar prioriteit moet verleggen. En voor de rest mag de SP haar standpunten hebben. Ik ben van de oude stempel. Ik ben van roken, we komen er samen wel uit. En we hebben er een goed gesprek over. En je haalt mensen van wie je houdt over om te stoppen met roken. Er zijn ook gewoon mensen die er gewoon mee stoppen. Ik ben er zelf mee gestopt, voorzitter. Mensen stoppen gewoon met roken zonder de plain packaging. Zonder wat de SP allemaal uit de kast trekt. En waar ik de SP ook toe oproep, is als ze alles doet wat de SP doet, verbied het roken dan gewoon. Maak er ook een illegaal product van, net zoals die harddrugs. U vervolgt uw betoog. Gaat uw gang. Voorzitter, ik plaatste daar straks een interruptie over het dampen en alle persoonlijke verhalen die we over de e-mail kregen. En die zijn aan ons gestuurd, niet aan het ministerie. Dus ik zou ze hierbij aan u, voorzitter, willen overhandigen. En misschien kan de staatssecretaris daarop reageren. Lukt hem dat niet, dan kan ik het ook voorstellen dat hij daar later in een brief nog op terugkomt. Maar ik vind het wel enorm belangrijk. Als je deze persoonlijke verhalen leest van mensen die eigenlijk een heel groot deel van hun leven terugkregen nadat ze stopten met het roken van tabak en overgingen op de elektronische sigaret. Het zal niet de bedoeling zijn dat de staatssecretaris op elke persoonlijke maar op het beeld wat het geeft. Overtuiging of getuigenis reageert, maar een algemeen beeld. Misschien kan de staatssecretaris dat straks meenemen in zijn eerste termijn. U vervolgt uw betoog. Ja, dank u, voorzitter. En dan nog het onderwerp wat mij binnen deze discussie al zo lang zo mateloos irriteert. Voorzitter, op 24 juni 2014 bevestigde de staatssecretaris dat de waterpijp valt onder de tabakswet en als er geen nicotine in zit, dan valt het nog altijd onder de tabaksrichtlijn. En daarmee onder het rookverbod in de horeca. 24 juni 2014. Vorig jaar hadden we hier ook een debat over. De staatssecretaris bevestigde toen op basis van stukken dat er een paar boetes waren uitgedeeld. En toch zie je iedere keer meer shisha lounges de deuren openen. Voorzitter, het is materieel onmogelijk dat als je een rookverbod hebt in de horeca, dat shisha lounges bestaan. Maar er is er niet eentje dicht, er gaan er alleen maar meer open. Dat is mijn vraag aan de staatssecretaris, ja, hoe gaat hij dit oplossen? Hoe gaat hij het oplossen in een land waar kleine cafés het toch moeilijk hebben gehad met het rookverbod? Daar allemaal in mee zijn gegaan. De uitzondering voor de kleine cafés bestaat ook niet meer. Maar dat er steeds meer shisha lounges komen. Voorzitter, het kan materieel niet. De waterpijp valt onder de tabakswet. En zelfs als er geen nicotine in zit, vallen ze onder de tabaksproductenrichtlijn. Dat heeft hij in 2014 in de zomer reeds bevestigd. Wanneer sluiten ze? Voorzitter, ik sluit af met wat ik zojuist ook al zei. Ik ben van de oude stempel. We komen er samen wel uit. Ik ben niet voor rokers die crimineel zijn en verkopers hun dealers. Daar ben ik op tegen, voorzitter. Dank u.